Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En zoals het al de hele week is, is het een special rond Barendrecht Capelle. Hebben we begin van de week de trainers gehad. Gisteren hadden we twee man van Capelle. En vandaag hebben we dan twee man van Barendrecht. En dat zijn dan niet de minste, want aan de linkerkant van mij zit Bob Vermunt. En aan de rechterkant van mij Stanley Huze. En met hen gaan we het even hebben over de wedstrijd van aanstaande zaterdag. En we blikken een klein beetje terug. En wat er verder nog ter tafel komt. Hoe was het om afgelopen zaterdag te moeten toekijken? Ja, heel vervelend eigenlijk. Dat, als ik moet spelen is er gewoon een gezonde spanning. Maar als ik niet speel ben ik eigenlijk veel zenuwachtiger. Ja, want je plaatsje op de tribune ben je een tijd geleden, denk ik. Dat is lang geleden. Ik heb vorig jaar één wedstrijd gemist. Dus nu maar meteen de eerste, inderdaad. En wel weer speelgerechtigd voor zaterdag. Dat scheelt dan weer. Ja, daarom. Daar ben ik ook wel blij mee, ja. Hoe is het om hem terug te hebben? Om hem terug te hebben? Bob? Ja, ik vind het heel prettig om hem terug te hebben. Ja. Ja. Hoe is het om terug te zijn? Nou, erg leuk. Ja. Ik ben goed ontvangen. En ik heb het heel erg naar mijn zin. En een hele jonge groep. En toch ook wel een hoop bekenden nog. Ik heb er heel veel zin in dit seizoen. Die 4 jaar die zijn je inmiddels vergeven? Die zijn me vergeven, ja. En dan kom je terug en dan hebben ze een heel prachtig nieuw veld. Hoe is dat? Nou, het veld is eigenlijk beter dan ik had verwacht. Ik ben niet zo'n kunstgrasliefhebber. Ik zou ook liever gras hebben. Maar goed, ik heb hier de laatste 4 jaar dan wel nog 4 keer op gespeeld. En dan begrijp ik wel dat ze nu zijn overgestapt naar kunstgras. Als er zoveel wedstrijden op worden gespeeld, dan... En het veld ligt er zo bij, dan kan je beter inderdaad een stap maken naar kunstgras. En dit is wel erg goed kunstgras. Ik zei gisteren in de afsluiting van morgen hebben we dan Stanley Huze en Bob Vermunt. En toen schoot Boscha die schoot in de lach. Waarom? Ja, ik heb geen idee, dat had je aan Boscha moeten vragen. Ja, hij wilde er geen antwoord op geven, maar je kreeg de lachers al op je hand. Oké, nou ja, daar ben ik benieuwd zaterdag. Ja, dat kunnen mooie duels worden. Speel je denk je zaterdag? Ik denk het wel, ja. Daar moet je aan een trainer wagen natuurlijk. Hè? Ja, dat is altijd lastig. Hij wilde er geen antwoord op. En we zitten vlak in de voorbereiding van JVC Kuik Barendrecht voor de beker. Wat inmiddels al is gespeeld op het moment dat dit uitgezonden wordt. Maar we nemen het op vlak voordat je vertrekt. Hoe is dat op woensdagavond voetballen? Voor mij persoonlijk vind ik het wel lekker. Omdat ik nu nog een wedstrijd in de benen heb naar Capelle toe. Ik vind het niet vervelend om lekker veel wedstrijden te spelen. En dat hebben we ook de komende weken. Dus prima. Kuik uit. Je kan het slechter treffen, maar aardig tegenstander. Kuik uit, ja. Ik moet zeggen, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Maar het is een topklasse zondag. Ze hebben gelijk gespeeld tegen ABS, waar wij ook gelijk tegen hebben gespeeld. Dus we kunnen gewoon naar de bak. Ja, want daarna komt Capelle thuis en Kozakken Boys. Een aardig begin voor Barendrecht. Ja, zeker. Maar mooi cliché. Er zijn geen makkelijke wedstrijden in de topklasse. Kijk. En je begint in ieder geval beter dan vorig jaar. Qua punten. Ja, maar dat was ook niet heel moeilijk. Dus dat klopt, ja. Maar Spakenburg 1 punt. En dan, nu een paar goede resultaten neerzetten. Zou mooi zijn. Hoe is het om... Hoe zijn die wedstrijden tegen Capelle? Want je hebt natuurlijk mensen die over en weer komen. Jij zit hier al je hele leven zo'n beetje, hè? Ja, zo goed als. Hoe is het dan zo'n wedstrijd tegen Capelle? Het is toch altijd wel bijzonder. Bekende gezichten over en weer. Twee ploegen uit regio Rotterdam die het hoog spelen, die allebei in de topklasse zitten. Dus het is wel iets extra's, ja. Ja, voor jou moet het hier helemaal speciaal zijn, want 2 jaar geleden won je. Wat werd het vorig jaar? Toen hebben wij verloren, 2 keer. Ja, daarom denk ik, vraag het even van jou. Sinds lange tijd 2 keer achter elkaar gewonnen. En nou sta je aan de andere kant. Hoe is dat? Ja, dat zal even wennen zijn. En ik heb het altijd wel hele mooie wedstrijden gevonden. Er staat nog wat extra's op het spel. Je speelt niet alleen voor de 3 punten, maar toch ook wel een beetje voor je ingevoel. En daar ook wel van. En goed, ja, nu aan de andere kant. Wat dat betreft verandert er niet zo heel veel. Ik kom alleen een hoop bekende jongens tegen. Dus het maakt voor mij persoonlijk ook nog wel extra speciaal. Vind ik leuk. Hoe wordt zo'n wedstrijd bij Capelle dan beleefd? Ja, er wordt altijd dan natuurlijk in eerste instantie een cliché erin gegooid van ja, het is maar een van de 30 wedstrijden. En dat is meer bedoeld om
toch ook wel een beetje de rust eromheen te bewaren. Maar goed, naarmate je dan toeleeft naar de zaterdag, dan wordt het toch altijd allemaal wat spannender. En wordt er wat meer druk opgelegd. Want ja, iedereen wil hem toch wel heel graag winnen. En niet alleen omdat het een regio derby is, maar ook omdat heel veel jongens ook al kennen. Ook al hebben ze hier niet gespeeld of hebben ze bij Capelle gespeeld. En dan gaat het donderdag, wordt het toch wel iets harder getraind en iets pittiger getraind, iets feller getraind. En dan zorgen ze het meeste ervoor dat ze de zaterdag wel staan. Gisteren hebben we gevraagd aan de heren wat het werd. 1-3 en 0-2. Neem aan dat je het er niet mee eens bent. Daar ben ik het niet mee eens, nee, dat klopt. Wat gaat het worden? 2-1 Barendrecht. Doelpuntenmakers? Hussein Vermunt. En Van der Pluijm aan de andere kant? Nou, die scoort niet zo vaak. Zeker niet tegen jou, toch? Daar ga ik niet vanuit, nee. Daar ga ik alles aan doen in ieder geval. Wat gaat het worden? 3-0. Doelpuntenmakers? Ritsjes, Visser en Vermunt. Kijk, nou ja. 3-0 zou de laatste keer was een ja, en terwijl hier een discussie ontstaat dat Huissen zegt, hallo, ik niet. Stanley houdt de 0. Nou, dat is ook alweer heel wat. Wat het uiteindelijk gaat worden, kunt u zaterdagmiddag 3 uur Bongert. De Bongert, zo moeten we het zeggen. En dan ziet u deze twee matadoren. U ziet de mannen die gisteren in beeld waren. En u ziet nog 18 andere spelers. Een scheidsrechter, 2 assistent-scheidsrechters en 2 getergde trainers. Absoluut de moeite waard om te kijken. Het zal druk worden. RTV Rijnmond is er zelfs bij. Dus mocht u het niet kunnen zien, kunt u het volgen op de radio. En wij zijn er volgende week weer. Over 2 weken. Met reguliere uitzendingen van het voetgolf, het latjetrap en het terugblik op het weekend. En kijkt u dan vooral weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.